Geen angst, vandaag doen we alleen maar Ezekiel 1 tot 24. En we doen dat niet letter per letter, en ook niet woord voor woord, en ook niet vers per vers. Maar ik wil enkele kernonderwerpen eruit lichten, omdat ik denk dat die heel inzichtelijk kunnen zijn voor het verdere lezen van de Bijbelboeken. Niet alleen maar het boek Ezekiel, maar ook andere Bijbelboeken. Wie is het gelukt om Ezekiel op dit moment tot en met hoofdstuk 24 door te nemen? Nee. Leuk als ik dat vraag, begint iedereen zich te verontschuldigen. Het leek net te smurfen. Ik was het niet. Twee mensen van de, dat is minder dan 10%. Wat voor een indruk heeft Ezekiel op je nagelaten? Deprimerend? Nachtmerries daarna? Hij heeft heel wat meegemaakt, joh, Ezekiel. Als je het profeet leest, dan moet ik wel zeggen dat hij veel toegankelijker is dan bijvoorbeeld in Jeremia of in Jesaja. Jesaja vind ik echt een moeilijk boek, hoor. Als ik Jesaja lees, dan denk ik van wow, ik snap er niet veel van. Ezekiel is veel, veel luchtiger wat dat betreft. Hij lijkt wel een wandelend straattheater. Je kijkt naar hem en je ziet de dingen uitgebeeld die hij wil zeggen. Dat is trouwens een kenmerk van veel profeten, ook vandaag nog steeds. Profeten die gebruiken heel graag beeldtaal. Daar hebben ze het volle recht toe. Leraren hebben vaak het gevaar dat ze abstract worden, onbegrijpelijk, je kunt er geen beeld meer voor vormen. Maar de profeet die lukt het om dingen duidelijk te maken. De multimedia profeet, zo werd hij ook wel een keer genoemd. De profeet Ezekiel, de man die dingen communiceert door beelden. En hij doet dat niet door meteen alles te verklappen. Dat vind ik zelf niet zo leuk, moet ik toegeven. Ik hou ervan als meteen klare wijn wordt geschonken. Maar bij Ezekiel heb je de indruk dat, of daar zie je gewoon dat hij heel voorzichtig begint. Een tipje van de sluier ligt. En telkens een ietsie-pietsie-pietsie erbij doet. Sommige mensen houden van dat soort literatuur of films. Maar ik heb daar minder verlangens naar. Ik moet altijd weten waar het om gaat. Bij mij moet het altijd beginnen met een aha-erlebnis. Dat je echt zo mee wordt getrokken in de sensatie. En dat je zegt van, nu blijf ik luisteren. Dat heb je ook bij een prediking. Als de predikant goed begint, dan blijven de luisteraars geboeid. Bij Ezekiel is dat andersom. Hij noemt elementen en hij werkt ze later pas verder uit. Is iemand van jullie toevallig bekend met de film Unknown? Onbekend. Unknown. Leuke film. Actiefilm, niet te heftig, maar het is een film waar aan het begin mensen wakker worden, vastgeketend in een oude fabriekshal, een loods. En ze weten niet hoe ze er komen, hoor. Ze kijken om zich heen en ze zien er zijn nog meer mensen vastgeketend. En zo turen ze rond. Er zijn er ook die van het dak zijn, of niet van het dak zijn gevallen, maar die van een galerij zijn gevallen en die opgehangen zelfs aan hun hoofd hangen. En ze weten niet wat er gebeurd is. En ze beginnen met elkaar in gesprek te komen. Hey, de een wordt wakker. Komen we hier? Wat is hier gaande? En gedurende de film krijgen ze meerdere flashbacks. Dan zien ze wat er gebeurd is. Ik werd geslagen. Ik heb dit gedaan. En op het einde van de film heb je het aha-erlebnis. Dan zie je pas het volledige plaatje. Dan komt de film pas echt tot zijn bloei. Mooie film trouwens, echt aan te raden. Unknown. Unknown. U-N-K-N-O-W-N. Ja, ongekend. Het is wel een Engelse film, hè. Maar er is ondertiteling bij, gelukkig. De profeet Ezekiel. Ja, hij openbaart steeds een stukje meer van het verhaal. En hoe verder je in het boek arriveert, hoe meer je gaat begrijpen, hoe meer je gaat zien. Misschien even goed om te beseffen dat deze man, deze Ezekiel, een priester was. Daarin is hij niet uitzonderlijk. Ook andere profeten waren priesters, bijvoorbeeld Jeremia of Zacharia. Maar Ezekiel
Ja, dat doet me toch wel iets, te beseffen dat hij een priester is. Want dat betekent eigenlijk al dat zijn beroep gekozen was door zijn ouders. Nou, dat was in de oudheid trouwens vaker zo, dat je de voetstappen van je vader navolgde. Maar Ezechiël kon echt geen andere kant op. Het was ja of nee. En hij wist eigenlijk vanaf zijn 3-jarige leeftijd al, ik word later priester. En hij volgde daarvoor heel wat onderwijs. Niet alleen maar theoretisch onderwijs, schriftelijk onderwijs, maar ook praktisch onderwijs. Hoe moet ik offers brengen? Hoe moet ik een dier de keel doorsnijden? Hoe moet ik besnijdenissen uitvoeren, et cetera? Allemaal onderwijs, wat je als priester vernam. Nou, die opleiding duurde aardig. Want pas met je 30ste mocht je voor de eerste keer in de priesterlijke vertrekken naar binnen. Dus als hij een jongetje was van 3 jaar, kon hij wel met zijn pa meegaan naar Jeruzalem. En dan wist hij wel, hier is de grote plaats waar het allemaal gaat gebeuren. En hij kon ook met zijn vader meegaan elders in het land waar offers werden gebracht op de afbreekbare altaren, zoals Mozes had verordend. Maar hij wist eigenlijk, mag ik dit pas doen als ik 30 jaar oud ben. Vanaf zijn jonge leeftijd besefte hij, ik word priester. Met 30 jaar mag ik de Heer dienen. Ik zie uit naar dat moment. Alles in mijn leven is gefocust op dat ene moment. Als hij aan het voetballen was met zijn vrienden en ze tijdens de pauze met elkaar spraken over toekomstplannen en aan elkaar vertelden wat ze graag wilden worden, dan zei de een, ik word graag boekhouder. En een ander zei, ik word chirurg. En een ander zei, ik ga informatica studeren. Maar Ezechiël, die wist het. Hij wist wat hij zou worden. En iedereen wist het trouwens ook, want men zag zijn achternaam. Hij zou priester worden. Hij werd priester op zijn 30ste. De anderen waren al lang aan het werk. Hij was zelfs al getrouwd. Het gebeurde rond je 12e, 13e, want anders was je er echt wel laat bij. En hij moest wachten tot zijn 30ste. Dan zou hij daar in Jeruzalem het moment meemaken waar hij God voor de eerste keer in offer zou brengen. En weet je wat nu het erge is voor Ezechiël? Dat is dat deze hele verwachting volledig in de kiem gesmoord wordt. Want Ezechiël arriveert nooit op zijn 30ste in de tempel. Tegendeel. Hij wordt meegenomen door de Babyloniërs en in gevangenschap gebracht. Dan zit je dan in een vreemd land waar geen offers worden gebracht aan Yahweh. Waar geen tempel aanwezig is. En dan verneem je in dat vreemde land, want misschien had je nog hoop op terugkeer, dat de tempel van God verwoest is. Alles waar je leven op gericht is, verdwijnt op dat ene moment. Je droom is met de grond gelijk gemaakt. Waar je voor ging, valt volledig in duigen. Dat moet iets hebben betekend hoor. Dit was niet maar iets waar hij 5 jaar naar uitzag, maar waar hij zijn hele leven naar uitzag. Een droom, een hartsverlangen. Niet vervuld werd. Ik vind het belangrijk om dit te zeggen, omdat dit ook ons de ogen opent voor hetgene wat Ezechiël gaat meemaken als profeet en als priester. Want als je leest in het Bijbelboek Ezechiël, dan merk je dat de profeet heel vaak bepaalde tekstpassages dateert. Hij zet er nog bij van het zoveelste jaar van die of die koning of het zoveelste jaar van dit of dit voorval. Wat opvalt, is hoe het boek begint. Ook met een datering. Het was in het 30ste jaar. En dan komt het visioen van de troonwagen Gods. Het 30ste jaar van wat? Het 30ste jaar waarop deze jonge man eigenlijk de Heere God voor het eerst zou gaan dienen in Jeruzalem. Een dag waar hij echt wel van wakker ligt. En een dag waarop God hem niet alleen laat in zijn gebroken droom. Waarop God hem tegemoet komt. Ik vind dat zo mooi. God bouwt de tempel niet weer op hoor. Ezechiël maakt dat niet mee. Maar God komt tegemoet aan de gebroken verwachtingen van deze dienstknecht. Ik vind het belangrijk om dat hier tot je te laten doordringen. Want dat verklaart ook waarom dat Ezechiël zo gefocust is op de tempeldienst. Waarom het hem ook heel nauw aan het hart gaat wat er met de tempel in Jeruzalem zal gebeuren. En wat moet het voor hem hebben betekend
als hij daar in Ezechiël 40 tot 48 de nieuwe tempel die de Messias zal bouwen in het vrederijk mag meten? Weet je, als ik hoofdstuk 40, 41, 42 tot 48 lees, dan is het voor mij niet meer dan alleen maar bouwomschrijving. Zo dik zijn de poorten, zo groot zijn de uitgangen, dit is de dikte van de muur. Afmetingen krijg ik alleen maar te horen. Je kunt er tekeningen van maken. Ik heb het zelfs als bouwkundige gedaan in AutoCAD, jaren geleden. Die tekst kun je gewoon niet lezen, die dringt niet tot je door, behalve dat je het uittekent of dat je er een maquette van maakt. En zelfs dan is het niet zo dat ik zeg van, nou Heere God, vandaag heb je me echt bemoedigd door te zeggen dat de Oostpoort zoveel meter van de Zuidpoort af ligt. Dat zijn die dingen die mij meteen raken. Maar Ezechiël heeft het zeker geraakt. De priester die op zijn 30ste achteruit keek en zei, mijn droom is volledig verwoest, kijkt nu vooruit en ziet, de droom wordt vervuld. Wat dat betreft is Ezechiël ook zelfs een type van de Heere God, die ook zijn droom met het Joodse volk verwoest zag. En die ook vooruit ziet naar een moment dat diezelfde Heere God weer terug mag keren en bij de Joden in Jeruzalem mag wonen. Dat is een onderliggende laag die ook bovenkomt. Ezechiël is best wel bemoedigend hoor. Ik ken jouw leven niet. Maar misschien zijn er in jouw leven ook dingen waar je altijd op gehoopt had en die nooit waar werden. Waar ook een leegte achterbleef. En het verleden verandert niet. Maar de toekomst kan wel veranderen. En het is zo goed om daar bij stil te staan als je het boek Ezechiël leest. Dat is een van die punten die ik heel belangrijk vind. Hier zien we hoe God, ondanks alle gebroken dromen, de profeet inzicht geeft in iets wat de profeet anders nooit zou hebben gezien. God gaat verder. Hij laat zijn dienaar niet in de steek. Als er jouw leven gebroken dromen zijn, noteer alsjeblieft, God gaat verder. Hij laat me niet in de steek. Blijf niet zitten in 2013. Ga verder. Het is niet makkelijk. Maar we hebben een God die wat dat betreft zegt van, zie, ik maak alles nieuw. Zie niet om naar hetgene wat geweest is. Dat zegt hij door de profeet Jesaja in Jesaja 63. Ik meen vers 13 tot 15. Laat het verleden los. Negeer het niet. We kunnen het niet vergeten. Maar alsjeblieft zie vooruit. Put hoop uit datgene wat God gaat doen. Kijk dan naar Jezus van Nazareth. Het kruislijden. Zo vreselijk. Vreselijker dan wat ook op de wereld. Auschwitz voor de Messias. Wie durft daar te zeggen van, ja misschien dient het voor hemzelf om nog iets erbij te leren. Niemand durft dat in zijn mond te nemen. Maar hij ziet vooruit op datgene wat erop volgt. Namelijk het, zie ik maak alles nieuw. Als hij uit het graf komt en de mensen mogen zien, hij is opgestaan. De eerstgeborene. De nieuwe van de nieuwe schepping. God is een God die het niet bij het verleden laat. Maar die zelfs door de toekomst het verleden weer hoop geeft. Iets wat onmogelijk veranderbaar lijkt. Wat wij als mensen vaak willen negeren, willen verdringen. Laat God staan. En overwint hij door datgene wat hij doet. Het was in de concentratiekampen rondom Praag dat dan ook jonge kinderen op de muren vlindertjes begonnen te tekenen. Terwijl ze wisten wat hen voor een vreselijke dood te wachten zou staan. Wezen ze vooruit op de God die hen hoop gaf. Want dat was de God die zij als Joden ook kenden. De God die zegt, zie ik maak alles nieuw. En opnieuw, dat betekent niet dat het volledig genegeerd wordt. Dat doen boeddhisten en hindoeïsten. Die zeggen vaak, doe alsof het niet gebeurd is. Maar het is gebeurd. Je kunt het niet losmaken. Je kunt niet de opstanding hebben zonder de kruisiging. Je kunt niet de herbouw van de tempel hebben zonder de verwoesting van de tempel. Het hoort bij elkaar. Maar je kunt wel zeggen van, ik wil me niet laten vasthouden door de vernietiging van het verleden. Ik wil me laten leiden door de hoop van de toekomst, van het nieuwe dat God brengt.
Dat was een les die Ezechiël moest leren, die hij meemaakte. Dus opnieuw, als je Ezechiël leest, probeer daar eens bewust van te zijn. Wat deze mens meemaakt. De troonwagen van God. Het eerste hoofdstuk. Het meest uitgebreide roepingsvisioen dat we kennen bij de profeten. Zelfs zo'n fantastisch roepingsvisioen dat we het niet, of tegenwoordig misschien wel, maar gedurende heel wat lange tijd niet in beeldvorm konden natekenen. Je kon het niet schilderen. Het was te kolossaal om op doek te zetten. Het was zelfs zo overweldigend dat Joden zeiden, het is misschien beter dat je tot je 30ste wacht voordat je het gaat lezen. Anders begrijp je er toch niks van. Ezechiël was 30 toen het hem overkwam. Hij zag daar de heerlijkheid van God. Dramatisch openbaarde zich Gods troonwagen. En de profeet viel aanbiddend neer voor deze God. Eigenlijk iets wat zijn volk had moeten doen. Maar naliet dit hij daar. Hij valt neer in aanbidding. En hij beseft vanaf dat moment al heel duidelijk. God is een strijder voor de heiligheid. En God is in beweging. Want aan die troonwagen was er aardig wat bewoog. God was niet stil. God had zich niet teruggetrokken. God was bezig. God was de God die streed voor de heiligheid. Het is misschien goed om daar ook even bij stil te staan, bij die heiligheid van God. Want die speelde een heel belangrijke rol gedurende dat Bijbelboek. Het is de heiligheid van God die aan het begin de tempel verlaat. Ezechiël ziet dat. In Ezechiël 10 komt dat voor. De heerlijkheid van God trekt zich terug. En Ezechiël mag ook zien in hoofdstuk 44 en 45 dat die heerlijkheid van God weer terugkomt naar de nieuwe tempel straks in het Vrederijk. De heiligheid van God en de heerlijkheid van God zijn hier trouwens met elkaar verbonden. Want de heerlijkheid van God moet de tempel verlaten vanwege de onheiligheid. God verlangt naar een plaats op aarde waar hij kan wonen en waar heiligheid een kenmerk is. En op het moment dat hij dat niet vindt, of die plaats ontwijd wordt, ontheiligd wordt, dan moet hij die plaats verlaten. God verlangt naar een plaats op aarde. Ik vind het goed als we daarover spreken om bij de heiligheid van God niet alleen maar te denken aan hetgene wat wij moeten doen. Dat doen we heel vaak. Als we spreken over Gods heiligheid, dan kijken wij vooral naar onze onheiligheid. Als we spreken over zijn volmaaktheid, kijken we vooral naar onze onvolmaaktheid. Maar dat is eenzijdig. Want het is niet alleen maar God die verlangt dat wij heilig zijn. Het is ook God zelf die verlangt vanuit zijn eigen persoon naar een heilige plaats. Het is niet alleen maar het verlangen dat bij jou leeft om heilig te zijn, zodat hij in jouw midden kan verblijven. Het is ook het verlangen van God dat er op aarde een plaats is voor hem. Ook God heeft het verlangen om op aarde een heilige plaats te vinden. Vaak kijken wij alleen maar naar onszelf in dat opzicht. Ik. Wat moet ik doen? Wat zijn mijn verlangens? Maar opnieuw, kijk eens vanuit de Heere God. God heeft ook het verlangen om op aarde een plaats te vinden. En dat moet uiteraard een heilige plaats zijn. Want waar onheiligheid is, kan hij gewoon niet wonen. En hij droomt ervan, vanaf het begin, om zulk een heilige plaats te vinden op aarde. Ik heb angst dat ikzelf en wij vaak te veel dit element van Gods kant vergeten. Dat we zo sterk vanuit onszelf gefocust zijn op de werkelijkheid, dat we de focus van God op de werkelijkheid loslaten. Dat we zo sterk kijken van wat betekent het voor mij, dat we niet meer vragen wat betekent het voor hem. Maar dan loop je vast. Ik wil graag twee woorden noemen
die zijn belangrijk en die kun je moeilijk omschrijven, maar ik ga ze uitleggen. Ik wacht even tot jullie klaar zijn met het maken van notities. Oh, iedereen is klaar, oké. Want ik zal soms stikken, daar weet ik nooit van. Is iedereen, niet dat het te snel gaat. Twee woorden. En ik ga ze uitleggen. Het eerste is dat je God kunt zien als transcendent. Transcendent. Transcendentie. Ja, ga ik uitleggen nu. Maar schrijf het even op. Transcendent. Synoniemen daarvoor, andere woorden daarvoor zijn verheven, niet vatbaar, veraf, afstand eigenlijk zou je kunnen zeggen. Iemand die God als transcendent ziet, voor die persoon is God heel, heel ver weg. Verder dan de verste ster. God is heel ver weg. God heeft niks te maken met ons leven op aarde. Hij is transcendent, hij is verheven. We kunnen ze niet bereiken en hij kan ons niet bereiken. Daarvoor is hij te groot. Transcendent, de transcendentie van God, komt heel vaak boven als mensen in diep lijden zitten. Denk aan Naomi, die terugkwam uit Moab. En ze was in een diep dal beland. Ze kwam in Bethlehem. En ze zei, noem mij niet meer Naomi, liefelijk betekent dat. Noem mij maar Mara, bitterheid. Want de Almachtige heeft mij geslagen. De Almachtige. Je hoort opeens een term uit de mond van Mara, van Naomi, die heel transcendent is. God is zo ver weg in haar leven. Zo ver weg. Dat is vaak de houding die wij hebben tegenover God. Als we alleen maar op ons ik letten. God is dan zo ver weg. God heeft met de situatie niks meer te maken. We eren hem. We prijzen hem. Maar hij is niet in de buurt. Hij is zo verheven. Mensen die opgegroeid zijn in het diep katholicisme hebben dat heel vaak. Dat ze spreken over de Heere God in zulk verheven woorden. Dat je denkt van joh. Je hebt enkel alleen maar een relatie op afstand met de Heere God. Als je al een relatie kunt hebben. Transcendentie. Die is natuurlijk belangrijk, want natuurlijk is de Heere God verheven. Maar er is nog een tweede begrip. Dat is het tweede begrip. Moet je ook even noteren. Als vergeet je dat weer. Dat is immanentie. Immanent. Nou, je zou kunnen zeggen, transcendent kijk ik heel sterk verticaal. Hè? Misschien zag je dat ook in je gedachten. Zo heel hoog, verticaal. Immanent is heel nabij horizontaal. De persoon die naast je zit is immanent aanwezig. Voel maar. Misschien dat de gedachten van die persoon transcendent zijn, maar de persoon zelf is immanent. En andere woorden, synoniemen voor immanent betekent vatbaar, nabij. Relatie. In de Bijbel horen die twee termen bij elkaar. Het is de verheven God die immanent wordt. Nou, weet je waar je dat heel mooi ziet in de Messias? In het kerstverhaal van Matthäus. Dan lees je dat de engel Gabriel tegen Jozef het volgende... Nee, Jozef krijgt een droom. En in die droom krijgt hij het volgende te horen. Jij moet hem de naam Immanuel geven. Daarom heb ik dat woord bewust gekozen hoor. Het ging me niet om de achtergrond, krijg je ook wel mee. Maar Immanuel, daar hoor je immanent in. Dat is mooi. God onder ons. Waarom is het ook zo moeilijk om een synoniem voor dat begrip te vinden? Maar Immanuel laat het mooiste zien. Het is hetzelfde wat ook bovenkomt aan het slot van Matthäus 28. Gaat heen, maak alle volken tot mijn discipelen, lerende hen te onderwijzen alles wat ik u geboden heb, en alles wat ik jullie bevolen heb. En zie, ik ben immanent.
Dezelfde idee komt ook daarboven. Dit is zo kostbaar, het laatste. De immanentie van God. De afgoden die hunkeren naar transcendentie. Maar ze zijn absoluut niet immanent. Je kunt er niet op bouwen. Je kunt er niet op aan. Je kunt er geen relatie mee ontwikkelen, want ze zijn wispelturig. Ze doen geen beloftes, ze doen wat ze willen. God daarentegen heeft in zijn hart het verlangen om heel close te worden met de mens. Weet je, op het moment dat Salomo de tempel inwijdt, dan zegt hij van, Heere God, u bent de schepper. Hoe kan de schepping ooit de schepper omvatten? Dat is onmogelijk. De schepper is zo groot en verheven, transcendent. Maar ik besef dat u met uw heerlijkheid hier in dit huis in Jeruzalem wil wonen. Dat u met uw heerlijkheid immanent wil worden. God wil met ons wonen. Dat is het immanente van God. Dat is niet pas zichtbaar tijdens Jezus van Nazareth. Dat is al zichtbaar vanaf de eerste pagina in je Bijbel. Ik kan het uit de doeken doen. Immanentie van God. Na de zondeval lees je in Genesis 3. God wandelde in de avondkoelte. Is dat een transcendente omschrijving of een immanente omschrijving? Een immanente omschrijving. God heel nabij, daar in de hof, waar de gevallen mens is, met de nadruk op gevallen. Hè? We zouden al beginnen te aarzelen als we dit lazen voor de zondeval. Dan zouden we zeggen, ja, misschien was dat zeer uitzonderlijk. Maar je leest de Genesis 3, na de zondeval. Wat je al een hart laat openen van, Heere God, is het dan waar dat u toch bij mensen wil blijven wonen? Je leest verder in Genesis. En je ziet opeens dat Abraham bezoek krijgt van de Heere God. Met twee mannen. En dat staat niet bij dat God en twee mannen op bezoek kwamen. Er staat iets heel anders. Er staat dat drie mannen op bezoek kwamen. Waarbij één man heel erg opvalt. En die ene man, dat is de Heere God. Maar de omschrijving die hier wordt bedoeld, is zeer, zeer immanent. Het is niet de transcendente God die hier komt, die vanuit de hemel spreekt en openbaart. Het is God die bij Abraham op bezoek komt en eet, koffie drinkt, cake eet. En spreekt over zijn zoon, die beloofd is, Isaac. Sarah staat in de keuken. De afwas te doen, weet ik wat ze aan het doen is. Nee, te koken. Op het Saraanveld. En ze hoort wat er wordt gezegd. En ze lacht. En de man die op bezoek is zegt van, nou, ik heb een mooie naam voor die jongen. Yitzhak. Lachen. Isaac. Ik vind het zo mooi. In het verhaal van Abraham zie je al dat God heel immanent nabij komt. Als een man. Je ogen en je gedachten beginnen te duizelen als je dat leest. God komt om bij Abraham verblijf te hebben. Om zijn belofte waar te maken. Wauw. Daar is ook een ander element mee geboeid. Dat zie je bij Jacob, enige tijd later. In Genesis 32. Jacob blijft achter bij de rivier de Jabok. In het Oost-Jordaanland. En daar worstelt hij met een man. Opnieuw dat vreemde begrip. Opnieuw dat zeer immanente element van de Heere God. Want hij zegt zelf, ik heb met een God geworsteld. Daarom noemt hij ook de plaats Pniel, God gezien. Dan krijgt hij ook de naam Israël, worstelaar, vechter, voor of met God. Hetzelfde beleeft Mozes, het verhaal is minder bekend. Maar als Mozes vanuit Midian naar Egypte terugkeert, om het volk in Egypte vrij te krijgen, dan gebeurt het volgende onderweg. Op een bepaald moment wordt Mozes aangevallen door een man. En dan probeert die man Mozes te doden. Een soortgelijke situatie als bij Jacob. En wat doet Zipporah, de vrouw van Mozes dan? Ze grijpt aan haar mes
En ze grijpt haar eerstgeboren zoon, Gersom. En ze besnijdt Gersom ter plekke. Arme jongen. Maar op dat moment laat die man Mozes los en vertrekt hij. Opnieuw krijg je iets te zien van de immanentheid van God. Opnieuw met het oordeel, net zoals bij Jacob. Die twee teksten zijn met elkaar verbonden. Exodus 4, Genesis 32. Een tijd later zegt de Heere God op de berg Sinaï. Nee, een stukje eerder zelfs, heb ik overgeslagen per ongeluk. In Exodus 3 verschijnt God in de braamstruik aan Mozes. Mozes weet zelfs niet wie hij tegenkomt. Hij denkt, de bosstruik staat in brand, maar wordt niet verteerd, ik ga een keer kijken. En als Mozes daar bij de braamstruik komt, dan hoort hij een stem. En die stem die zegt het volgende tegen hem, Mozes, Mozes. Doe je schoenen uit. Want de plaats waarop je staat is heilige grond. Moet je even tot je laten doordringen. De plaats waarop je staat is heilige grond. Wij zouden zeggen, Mozes, Mozes, doe je schoenen uit. Want ik ben God. Er staat daar niet. Niet de verhevenheid van God wordt benadrukt. Verticaal. Maar de genegenheid van God wordt benadrukt. Horizontaal. De plaats wordt benadrukt. Mozes, ik wil hier bij je zijn. Het is heilige grond. Doe alsjeblieft je schoenen uit. En dan doet Mozes zijn Nikes uit. En dan gaat hij daar. Op de blote voeten met de Heere God spreken. Deze voorbeelden laten trouwens iets zien. Laten namelijk zien dat God echt ernaar verlangt, ten diepst, in zijn diepe hart, om bij mensen te wonen. Ik kom tot geen enkele andere conclusie dan dat. En soms moeten er dingen worden opgelost, zoals bij Jacob en Mozes. Mozes' tweede verhaal, Exodus 4. Maar ik zie dat God zo ernaar verlangt om bij mensen te wonen. Zo mooi. De immanentie van God. Het is niet pas vanaf Jezus van Nazareth dat God zegt van, nou, nu ga ik bij mensen wonen. Het is al vanaf de eerste pagina in je Bijbel dat God dat verlangen uit. En hij vindt het heel belangrijk dat jij dat weet. Dat is dat element wat ik bedoel. God verlangt ook naar een heilige plaats op aarde. Op de berg Sinaï zegt hij dat het volk de tabernakel moet bouwen. En dan zegt hij, want ik wil bij de Israëlieten wonen. Exodus 25, Exodus 29. Kan God in zijn grootheid, zijn verhevenheid, bij de mensen wonen? Dat was die vraag die Salomo zich al stelde. Hij is zo groot. Hij is de schepper. Wij zijn slechts schepselen. Hoe kan God bij mensen wonen? Ga niet. De aarde kunnen hem niet omvatten. Andersom, hij omvat de aarde. Hij houdt de aarde in zijn hand zelfs. En om die reden spreken Joden bewust over de heerlijkheid van God. En ze hebben daar een specifieke term voor. En die term die ga ik je spellen. We kunnen op verschillende manieren ook schrijven. En die term die heb je misschien al een keer gehoord. Dat is de Shekhinah van God. De heerlijkheid van God. Hoe schrijf je Shekhinah? S-J-E-C-H-I-N-A. Soms wordt het ook anders geschreven met S-C-H en op het einde een H. Shekhinah. Shekhinah. En daarmee geven de Joden al aan van, dit is dit element. God wil bij mensen wonen. Dus als je ooit een keer hoort in de prediking of in een boek, want je komt dit tegen, daarom dat ik dat ook trouwens meegeef. Het is niet om irritant of leuk te zijn. Als je ooit een keer hoort van de Shekhinah van God, dan mag je denken aan dit element van God. God die bij mensen wil verblijven. En vanaf welk moment komt hij bij de mens? Dat is niet vanaf het moment dat Jezus van Nazareth mens wordt. Dat gebeurt eigenlijk al in het Oude Testament. Daar begint al het verlangen van God zich te uiten om bij mensen te wonen. Tabernakel wordt gebouwd. De heerlijkheid Gods, de Shekhinah, vervult
de tabernakel. De tempel wordt gebouwd. En de heerlijkheid Gods vervult de tempel. Wauw. Hoe moet God zich hebben gevoeld toen hij daar in Jeruzalem mocht wonen? Dit was een heel goed begin. Weet je, God verlangt er zelfs naar om niet alleen maar in Jeruzalem te wonen, dat snap je ook wel. Hij wil eigenlijk overal op aarde kunnen wonen. Niet alleen maar de tempel in Jeruzalem moet heilige grond worden. De hele aarde moet heilige grond worden. En het is juist Gods verlangen om dat te bewerkstelligen. Hij wil bij mensen wonen. Ook in jouw leven. Je hebt zulk een God die je mag dienen. Als ik spreek over de heiligheid van God, doet me dat wel iets. Want dan besef ik opeens dat het niet alleen maar mijn eigen is dat verlangt naar heiligheid. Maar dat het ook Gods persoon is die verlangt naar heiligheid. Zo mooi. Weet je, misschien ben je daarmee gestopt. Maar je hebt mensen die nemen zich in 2014 aan het begin van het jaar voor. Dit ga ik dit jaar proberen te overwinnen. Heel lijstje. Vanuit deze Shechina-gedachte besef je opeens, in menselijke taal gezegd, dat ook de Heere God zo'n lijstje heeft. Dit ga ik overwinnen. Niet omdat hij zonde bij zichzelf ziet. Maar omdat hij obstakels ziet om zijn verlangen te verwerkelijken. En God gaat zeggen van, dit wil ik ook. Ik wil in jouw leven daar zijn. Ik ga alles wat in mijn macht zit doen om dat te bewerkstelligen. Want dat is mijn droom, dat is mijn verlangen, bij jou te zijn. Het is zo mooi. Als je dit niet ziet, weet je wat er dan met je gebeurt? Weet je dan wat er met jou gebeurt? Dan blijf je zo op je ellende zien dat je zegt van, ik alleen moet het maar allemaal proberen. En je ziet het element van God niet meer. Dus God die bij mensen wil wonen. En Gods heerlijkheid, dat wonen van God is een zeer belangrijk thema binnen de profeet Ezechiël. Wat moet het met Ezechiël gedaan hebben? Toen de heerlijkheid van God de tempel verliet. Kun je dat voorstellen wat daar gebeurt? Als je dat hele heilshistorisch verhaal ziet vanaf Genesis 3 tot en met, ga maar ver door in het boek Koningen. En dan opeens samen met de profeet moet aanschouwen dat de heerlijkheid van God de tempel verlaat. Dan denk je, Heere God, alsjeblieft, het mag toch niet waar zijn dat u alleen maar nog de transcendente God wordt. Heere God, het mag toch niet waar zijn dat u stopt met het verlangen om bij mensen te wonen. Heere God, het mag toch niet waar zijn dat u geen relatie meer wil met de mens. Het gaat heel diep wat hier gebeurt. Wij lezen daar vaak overheen, omdat we denken van, of de Heere God nu daar woont of daar woont, dat maakt niks uit. Maar we zien dit element van Gods verlangen niet. En voor de profeet moet het zoveel hebben betekend dan ook, als hij de tempel mag meten. Als hij begint met die tempel, dan weet hij al wat er gaat gebeuren hoor. Een tempel bouw je niet zomaar. Een tempel bouw je voor iemand. En dan ook in het midden van dat tempelvisioen van Ezechiël 40 tot 48 gebeurt dan ook het onvoorstelbare. God kiest daarvoor om bij mensen te wonen. Is het volk nu zo heilig geworden? Hebben zij het nu voor elkaar gekregen dat God eindelijk weer kan terugkeren? Misschien, als je de Messias bij dat volk rekent, als mens zijnde. Maar dan nog is het ook 100% het diepe verlangen van God die dit bewerkstelligt. God laat zijn droom niet in de steek. Net zo min als hij de droom van de priester niet verloren laat gaan, laat hij ook zijn eigen droom niet verloren gaan. Het is zo mooi om dat te zien. God wil wonen bij mensen. Ik wil dat stukje graag nog een stukje doortrekken naar het derde punt wat ik graag wil maken. Maar voordat ik dat doe, wil ik even wat tijd geven voor vragen of even, zodat mocht er iets onduidelijk zijn, dat ik nog kan proberen op een tweede manier te verduidelijken.
Kunnen jullie me een stuk volgen of blijft het ergens klem zitten? Nee, gaat goed? Oké. Op naar punt 3. God wil bij mensen wonen. Ik zei net al, hij wil niet alleen maar in Jeruzalem wonen. Hij wil graag dat hij overal kan wonen. Dat hij alles in allen kan zijn. Nu begrijp je opeens ook zo'n term trouwens. Die wordt gebruikt in 1 Korinthe 15. Want dat staat op het einde, zegt Paulus, dan zal God alles in allen zijn. Vroeger kon ik me daar niks bij voorstellen, wat dat nu betekende. Dat was zo abstract als maar zijn kon. Maar vanuit deze gedachte dat God verlangt om bij mensen te wonen, kan ik er alles van begrijpen. Nou, ik ga voor de heilsgeschiedenis verder. De heerlijkheid van God bij Ezechiël keert terug. Daar was ik net gebleven. Maar het gaat verder. Dat is trouwens nog toekomstig wat Ezechiël ziet. Maar het gaat ook verder in de Bijbelboeken. Kijk maar naar het Nieuwe Testament. Nu zijn we bij Kerstmis beland. Dan zie je heel mooi dat Jezus van Nazareth vlees wordt, lichaam wordt, mens wordt. Dat betekent dat mens, helemaal mens, hè? Niet alleen maar lichaam, vlees, mens, helemaal. En hij woonde onder ons. Hij tabernakelt onder ons, staat er letterlijk in Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Onder ons getabernakeld. Opnieuw zie je weer iets van, God wil bij mensen wonen. En dat gaat heel ver. Hij wordt daarvoor zelf mens. Dat gaat verder dan men ooit kon zien in het Oude Testament. In het Oude Testament was er nog een afstand tussen de heerlijkheid van God in de tempel, het Allerheilige, en de mensen zelf. De persoon die het meest nabij kon komen, dat was de hoge priester. De priesters, die mochten ook nog ongeveer nabij komen, maar het gewone volk zag heel weinig voor wat er in die tempel was. En hier in Jezus van Nazareth lijkt het bijna omgekeerd. De hoge priester, die zo kort bij Gods nabijheid moet zijn, ziet de immanentheid van God niet. Hij erkent het Immanuel zijn van Jezus niet. De priesters, niet allemaal, maar de priesters, die zo nabij God zijn, die zo geonderwezen zijn vanuit het Oude Testament, zien dit niet. Het is erg. God komt tot de mens. Je moet voorstellen, Jezus komt en de christenen zien het niet. Maar de heidenen zien het wel, de niet-christenen zien het wel. Dat is het beeld wat er gebeurt in het Nieuwe Testament. En Jezus openbaart zich juist aan die mensen die het minste de mogelijkheid hadden om de tempel überhaupt te kunnen bezoeken. Nou, ze lagen wel kort bij de tempel vaak om te bedelen. Die mensen laat hij zien dat hij Jezus van Nazareth is. Die mensen laat hij zien wat er gebeurt als God onder de mensen woont. Dat doet hij door wonderen en tekenen en onderwijs. Zo mooi. Jezus komt tot de armen. En de armen zijn niet alleen maar de mensen die weinig geld hebben. Ja, mensen horen dat erbij, maar dat zijn de mensen die aan de rand van de samenleving staan. Die melaats moeten roepen, zodat iedereen uitwijkt. Tot hen komt hij. Zij mogen God ervaren. Heel immanent, Immanuel. Daarom is ook de titel. Soms krijg je wel een keer van die vragen, ja, hoe heet hij nu? Immanuel of Jezus? Dan denk je van, ja, we zijn natuurlijk gewend om altijd Jezus te zeggen. Dat is ook zo, dat doen de evangelisten ook heel veel. Maar Immanuel laat iets zien van wat Jezus verlangt. Namelijk dat God met ons is. Heel immanent. En opnieuw, dat is niet wat de afgoden willen. De afgoden willen ons knechten. De afgoden willen ons onderwerpen. De afgoden willen ons ver wegduwen. Ja, ze pakken je even kort bij, ze omarmen je, ze geven je een knuffel, zodat je even een blij gevoel hebt. Maar na enige tijd doen ze met jou wat ze van harte willen. Dat is niks positiefs. De Heere God is daarom veel anders, heel anders. Hij is te vertrouwen. Je kunt op zijn woord aan en je ziet, hij komt jou tegemoet. God werd mens. Een tijdje later zie je dat ook als de Heilige Geest wordt uitgestort over alle vlees. Opnieuw zie je weer dat beeld van God die bij mensen wil wonen, wil verblijven. Je bent er getuige van. Dat het inderdaad een feit is. God heeft in zijn hart het verlangen om bij mensen te wonen. Dus opnieuw, als jij streeft naar heiligheid, vergeet dit element alsjeblieft niet.
Vergeet niet dat jij niet alleen bent aan het streven, maar dat God ook streeft om heiligheid te creëren. Het doet hem wat als hij op aarde geen plaats vindt. Denk niet dat het de Heere God niks uitmaakte toen hij de tempel moest verlaten. Hij zei niet van, nou ja, dat had ik al in mijn voorbeschikking allemaal geweten. Het raakte hem. Er zijn heel wat dingen op aarde die gebeuren die God niet wil. Laat je niet erin sluizen in die foute idee dat alles wat op aarde gebeurt Gods wil is. Kijk naar het journaal, je kunt het zeker niet beamen. Kijk naar Jezus van Nazareth. Wat wilde hij en wat deed men? Hij zegt tegen Jeruzalem, ik had de stad willen verzamelen zoals een hen de kuikentjes. Maar ik heb gewild. Maar u hebt niet gewild. Denk ook aan de profeet Ezechiël. Misschien ben je dat al tegengekomen. Ik had de stad willen sparen. Maar er was niemand die pleitte voor die stad. Het is heel verheven als je dit leest. Hè? Bijna onbegrijpelijk. Dat God zo koolbij komt. En toch doet hij dat gedurende de hele heilsgeschiedenis. God komt zo kort bij. Daarom heet het ook heilsgeschiedenis. Daar zit dat woord heilig weer in. Hij maakt de geschiedenis zodat hij hierin kan wonen. Als Jezus in Jeruzalem is, dan is hem de plaats van God heel veel waard. Hij haalt de zweep uit de kast om de kooplieden uit de tempel te vegen. En hij zegt, maak het huis van mijn vader niet tot een roverszone. Hij blijft dat huis van de vader vasthouden. Want een tijdje later in datzelfde Johannesevangelie, in hoofdstuk 14, dan zegt hij, ik bereid jullie een plaats voor. In het huis van mijn vader, dat is weer opnieuw de tempel hoor, want dat is het begrip wat hij heeft geïntroduceerd in hoofdstuk 2, zijn vele woningen. En plotseling krijg je een beeld van, wauw, in de tempel zijn woningen. Dat is uitzonderlijk. Zelfs de hoge priester die mocht er niet veel in komen. En plotseling zijn er woningen. En het gaat nog verder. Want Jezus zei in datzelfde hoofdstuk, Johannes 14, dat als je naar hem kijkt, dat je de vader ziet. Dat is even moeilijk. Dat is lastig. Hoe moet ik dat zien? Als je kijkt naar de drie eenheid, naar de drie ene God, dan zie je dat er binnen de drie eenheid, ik probeer het nu gewoon beeldmatig voor te stellen, zoals het Nieuwe Testament dit ook doet, dat er binnen de drie eenheid sprake van is dat de Vader ruimte geeft aan de Zoon. En dat de Zoon ruimte geeft aan de Vader. Je zou kunnen zeggen, dit is de ruimte van God, het is heel beeldachtig. En ik zou eigenlijk een derde hand nu nodig hebben, die kan zeggen van, en die God zegt van, die Vader zegt van, ik wil plaats hebben voor de Zoon. En de Zoon zegt, ik wil plaats hebben voor de... Het is niet dat ze naar elkaar opgaan. Want dat zouden wij misschien kunnen concluderen. Als Jezus zegt, wie mij ziet, ziet de Vader. Dan zouden we misschien de foute conclusie kunnen trekken. Ah, de Vader is de Zoon. Dat is niet wat er wordt gezegd. Maar ze hebben ruimte aan elkaar gegeven. En het mooie is, in die ene ruimte zijn ze één met elkaar. Niet één in wezen. Dus ik bedoel dat ze opgaan in elkaar. Maar ze geven relatie-eenheid aan elkaar. Net zoals een getrouwd koppel in één ruimte woont, in één huis woont en relatie-eenheid geeft in elkaar. Ze blijven verschillend. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat zien dat de een gaat lijken op de ander. Nu, dus maar een zwak beeld. Bij de Heere God is dat ook zo. Daarom kan 1 Johannes ook al zeggen, God is liefde. Want hierin zie je die liefde, dat de Vader ruimte schenkt aan de Zoon. Dat de Zoon ruimte schenkt aan de Geest. Dat de Geest ruimte schenkt aan, et cetera. Dus de dans van de drie eenheid, zo zeggen de Oosterse christenen dat. We zien de beweging ook. Dus het is meer dan alleen maar maskers, snap je? Dat dacht men wel eens, ah, verschillende maskers. Nee. Er is dus sprake van een liefdesrelatie. Waarin de drie ene God, de Vader, de Zoon, de Geest, aan elkaar de ruimte geven. Moeilijk voorstelbaar. En daarom zegt Jezus van Filippus, Johannes 14, als je mij ziet, dan zie je de Vader. Want we zijn zo met elkaar doordrongen, dat je dat verschil niet kunt zomaar eruit pakken. Ze zijn twee handen op één buik. Dat is hetgene wat wij zouden zeggen.
Het zijn twee handen. Wat de zoon doet, doet de vader. Wat de vader doet, doet de zoon. En toch blijven ze onderscheiden van elkaar. Nogmaals, de zoon wordt niet de vader en de vader wordt niet de zoon. Je zou het ook kunnen vergelijken met de Heer Jezus zelf. Als je kijkt naar Jezus zelf, dan zie je dat Hij mens en God is. Hij is de Godmens. Maar het is onmogelijk voor ons om bij een verhaal dat Hij doet te zeggen, nou 70% doet Hij als mens en 30% als God of andersom. Kan niet. Je kunt dat niet van elkaar scheiden. We hebben dat geprobeerd, maar dat loopt altijd op de klippen. Dat lukt niet. Je kunt niet scheiden wat God bij elkaar voegt. De twee naturen, zo noemen we dat dan. Hij is mens, hij is God. Wat het irritant om te spreken. Liefst zul je een van de twee weggooien, dat gebeurt dan ook vaak. Dat ontaart dan in verschillende dwaleringen. Maar zo is het niet. En ook binnen de Heere God heb je dus die ruimte die wordt gegeven aan elkaar. Nou, oké, nu moet ik even terug naar mijn onderwerp. Want je denkt, wat heeft dat nu te maken met heiligheid? Vertel nu een keer, wat heeft dat te maken met heiligheid? Dat heeft dit daarmee te maken. Dat Jezus in datzelfde hoofdstuk 14, 15 en 16 plotseling gaat spreken over heiligheid. Denk je even aan hoofdstuk 15. Maar het gaat over vrucht dragen. De ware wijnstok. Het staat in de relatie van hoofdstuk 14, 15 en 16. En met dit voorbeeld van Filippus gaat Jezus nog een stukje verder. En daarom vind ik het van belang om het te noemen. Namelijk hij zegt, zoals de Vader in mij is en ik in de Vader ben, zo zal ik ook willen dat jullie in mij zijn. Zie het beeld wat ontstaat? Binnen die drie eenheid wordt er ruimte geboden aan de schepping. Als ik dit zeg, dan klinkt dat vreselijk raar. Hè? Maar als ik kijk naar Jezus van Nazareth, dan zie ik dat God dat inderdaad waarmaakt. Met de hemelvaart, zie je het heel mooi. De God, mens, hij verliest zijn mensheid niet, wordt als God, schepping, aanvaard binnen die drie eenheid. Het is God zelf die dus niet alleen maar bij mensen wil wonen, hij wil de mensen ook ten volste doordringen. Dan krijg je dat beeld van dat ruimte geven in elkaar terug, keert dat terug. We zeggen het ook eigenlijk tegen elkaar. Als we heel eenvoudig een stuk het evangelie uitleggen, dan zeggen we tegen de zondaar van, jij moet je bekeren. En dan pakken we vaak het hart als die ruimte. En dan zeggen we, dat hart is vol met zonde. Nou, die zonde moet eruit. Het onheilige moet verwijderd worden. Dat gaat alleen maar door de weg van de bekering en de wedergeboorte. Door de wedergeboorte ontstaat er een heilige grond. En omdat hier nu heilige grond is ontstaan, kan de Heilige Geest in jou intrek nemen. Dan pakken we het voorbeeld van de Heilige Geest. Maar dat voorbeeld van de Heilige Geest is een voorproef aan dat wat de drie ene God uiteindelijk wil. Kun je het volgen? Uiteindelijk zeggen wij van wat er mag gebeuren, is dat God de ruimte krijgt in jouw leven, maar ook dat je mag beseffen dat jij de ruimte krijgt in Gods leven. Jij in Christus, Christus in ons. Dit zijn termen die heel veel voorkomen in het Nieuwe Testament, maar die jammer genoeg heel weinig gekend zijn. Omdat wij te vaak alleen maar de transcendentie van God benadrukken. De grote verhevenheid van God. Dat is Hij, dat snap ik. Maar Hij is ook immanent. En dat gaat zo ver dat er zelfs sprake is van jij in God. De teamwerking wordt zo intens. Men erkent dit, ook in de christenheid meer en meer. Er zijn mensen die komen tot geloof en die blijven vastzitten aan bepaalde ongemakken, zonden. Ze komen daar niet vanaf. Het kan om hele kleine dingen gaan, waar zij wel van wakker liggen. En ze nemen zich voor om dat te overwinnen. En het lukt niet, ze falen. En mensen rondom hen, die ze durven te zeggen, want vaak durven we dat niet, hè? Dat doen we niet in de kerk. Maar de mensen die ze durven te zeggen, die zeggen dan ook nog vaak van, ik zal mee met je bidden. En je moet harder bidden. En... Maar uiteindelijk zegt Jezus niet, uiteindelijk bij de ware wijnstok van, hoe meer je gaat doen, hoe meer je vrucht gaat dragen. Maar hij zegt iets heel anders. Als jij in mij bent, zul je veel vrucht dragen. Weet je wat ik vaak doe? Dat doe jij ook waarschijnlijk. Is dat in ik zijn, dus in Jezus zijn, dat ik dat vertaal als veel Bijbel lezen, voorbereiden voor ETS doen. Heel vaak in daden. Maar het gaat hier om liefdesdaden. Die kun je niet uitdrukken op die manier zoals ik dat net deed. En mensen moeten opeens bewust ervan worden wat het betekent dat zij christen zijn.
die kant van God die naar ons toe komt, waardoor God in ons komt en wij in God komen, hoe raar het ook klinkt, die ontbreekt. En dan moet hen onderwezen worden dikwijls. Dat gebeurt ook op verschillende fronten. En dan ontstaat er op een bepaald moment een bevrijding. Dat komt niet door het geweldige onderwijs alleen. Dat komt door het feit dat er een klik wordt gemaakt. Van, klopt. En opeens staat ze zien van, het is niet ik die continu moet presteren, presteren, presteren. Weet je wat er gebeurt als je continu zegt, ik moet, ik moet, ik moet? Je wordt ziek. Je gaat jezelf niet meer aanvaarden. Je gaat jezelf niet meer vergeven. Je voelt je een lendeling. Je denkt, ik ben ETS, sir. Dacht ik ga die cursus volgen, dan word ik meer volmaakt. En ik word alleen maar meer onvolmaakt. Je gaat ten gronde. Dat kan mensen echt lam leggen. Mij legt dat vaker lam, hoor. Word je daarvan bewust? En dan is het heel belangrijk om goed te onderscheiden van wat Jezus zegt en wat de vijand zegt. Kijk, de Heilige Geest, dan in hetzelfde hoofdstuk van Johannes 14, 5 en 16, wordt gezonden om de wereld te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. Maar Jezus zegt dat niet over de christenen. Er staat niet, de Heilige Geest wordt jou geschonken om jou te overtuigen van zonde. Dat weet je al, omdat je in Christus bent, weet je wat zonde is. Schuldbesef hoef je niet te leren. Als je tenminste, zei je hebt het totaal afgeleerd. Wat juist gebeurt, is dat de Heilige Geest wordt beschreven als de trooster. Dat is een heel ander punt. Ik heb heel vaak de stem van de Heilige Geest fout geïnterpreteerd. Dat ik het niet zag als de trooster, maar als de bokser. Die er bij mij van alles inslaat. Maar dat is niet de stem van de Heilige Geest. Dat doet de aanklager. Ellendeling. En jij bent Christus. En jij denkt dat je iets kunt. Forget it. Stop er maar mee. Geef jezelf maar een spuitje. Dit soort ideeën. Ja. Worstel je allemaal mee. Leer de stem te onderscheiden tussen de aanklager, hij heeft zelfs geen naam, daarom heet hij maar Satan, dat betekent aanklager, en de Heere Jezus. En de stem van de Heilige Geest. God komt met een verlangen, niet met een hamer. Want hij wil juist ruimte geven aan jou, zodat hij ruimte mag vinden in jou. Het is heel belangrijk om deze elementen te zien. En bij Ezechiël zie je dat. Bij Ezechiël zie je dat de Heere God echt daarmee gemoeid is. Het eerste stukje, de priesterfunctie, hebben we gehad. Waar Ezechiël als priester mag dienen. Maar ook als je kijkt, dan zie je dat de Heere God zware profetieën over Jeruzalem uitspreekt. Jeruzalem zal worden geoordeeld. Dat is niet makkelijk. En toch tegelijk getuigt dit van de grote genade en liefde van de Heere God. Hij kon ook meteen de bliksem uit de hemel laten komen, hoor. Het was gedaan, maar hij deed dat niet. Hij laat Ezechiël verschillende profetische handelingen verrichten. En waarom doet hij dat? Om te tonen wat zijn verlangen is. Ik zoek een plaats van heiligheid. En die plaats is er niet. Mijn volk, verander. Deel mijn verlangens. Maak het zo dat mijn verlangens jouw verlangens worden. Dat is een heel andere stem dan de stem van de aanklager. Die zou meteen de bliksem naar beneden laten komen. Maar zo is God niet. Ik vraag me altijd af, wat heeft Ezechiël meer geraakt? Het verrichten van die profetische handelingen, want dat is niet eenvoudig. Het liggen op de ene kant en dat gedurende een heel aantal dagen. En dan weer liggen op die andere kant. Krijgt er rugpijn van. Een dieet. Je zit in de ballingschap. Je krijgt daar bijna niks te eten. Wordt nog een keer de broodkruimel jou ontnomen. Het afscheren van je haar. Dan loop je rond. Dit is uniek, hè? Ze hadden vroeger geen gabbers die rondrenden in de ballingschap. Dat bestond niet. Het gebeurde alleen maar dat mensen kaal werden als ze zwaar ziek waren. Want Ezechiël doet dus heel vreemd. En toch loopt hij daar rond met de kale knikker. En God doet dit. En maakt de profeet duidelijk van, ik heb een hart voor Jeruzalem. En ik wil het volk opnieuw een keuze geven, namelijk blijven en dus sterven in Jeruzalem, want het oordeel zal komen, hoe zwaar het ook is. Of weggaan uit de stad. Jammer genoeg zullen er mensen zijn, rechtvaardigen, die in de stad blijven.
die de profetieën van Ezechiël en ook van Jeremia en anderen naast zich neerleggen. Ze zullen weggevaagd worden. Parallel daarvan zie je in het Nieuwe Testament, in de boek Openbaring. Als er in Openbaring sprake is van Babylon, niet Jeruzalem, maar nu is het Babylon dat geoordeeld wordt. Dan staat er in Openbaring 18 vers 4, gaat uit van haar mijn volk. Babylon wordt daar omschreven als een stad die het bloed van de rechtvaardige drinkt. En toch is er in die stad nog altijd een klein overblijfsel schijnbaar aanwezig van Gods volk. Het is vaak onvoorstelbaar dat dit gebeurt. Nu, we zagen het ook al bij het boek Esther en dergelijke. En bij de profeet Zacharia zullen we het ook zien. Ga uit. Dat is de enige mogelijkheid. Jeremia zei dat al. Het volk zei, ja, maar hier is de tempel. Ons zal nooit kwaad overkomen. En ze hadden vergeten dat God zoekt naar heiligheid. Het kwaad kwam. En het volk dat de stad verliet, had geluk. Jezus zegt hetzelfde in Matteüs 24. Als je de gruwel van de verwoesting ziet staat op de plaats zoals Daniel voorspelde, maak dat je wegkomt hier. En toch zullen er mensen achterblijven. Sommigen zullen echt op het nippertje gered worden, zoals een Lot. Die net voordat het vuur over Sodom en Gomorra kwam, de stad waar hij dan was, Sodom, ontvluchtte. Nou, ontvluchtte, hij werd bijna gedwongen. Als we dat verhaal lezen in Genesis, dan denken we zelfs dat Lot echt wel geen rechtvaardige was. Dan zou je zeggen, is dat een rechtvaardige? Ja, schijnbaar wel, want 2 Petrus noemt hem een rechtvaardige. Hoe Petrus dat bij elkaar heeft gesprokkeld, weet ik niet. Maar goed, ik durf er niet tegen in te gaan. Op het nippertje. Ga weg. God wacht met zijn oordeel. Het is moeilijk om daarmee te leven, hoor. Het zijn de martelaren onder het altaar in Openbaring die zeggen, hoe lang nog, Heer, moeten we het uithouden voordat u ingrijpt? Heb je dat niet soms ook? Niet op momenten dat het je goed gaat, hè. Op momenten wat je slecht gaat, waar je ongerechtigheid ziet. Dat je zegt van, God, grijp toch in. Doe toch iets. Jona had dat ook. Jona werd gezonden naar Nineveh. En hij moest zeggen, nog 40 dagen en Nineveh wordt op de kop gezet. En hij deed dat niet. Jona zei dat niet. Nou, Jona had er geen moeite mee om een oordeel af te kondigen. En dan helemaal niet om een oordeel af te kondigen over Nineveh. Dat vond hij wel fijn. Maar hij zat met iets anders. Hij wist wat God had gezegd tegen Mozes. Want weet je wat er bij Mozes gebeurde? Mozes die vroeg of hij iets van God mocht zien. In Exodus 34. En dan moet Mozes zich verbergen in de spelonk. En dan gaat God voorbij. En dan staat er in Exodus 34 dat de Heere God zelf zegt over zichzelf. Yahweh, Yahweh. En dan God van langmoedigheid, trouw. Ik ken het niet van buiten. Maar zo gaat het verder. Dat zijn niet de woorden die ik gebruik zoveel voor God. Als ik over God spreek, dan zijn dat vaak transcendente termen. Almachtig, alwetend, alomtegenwoordig. Dat zijn Griekse termen eigenlijk. In de Bijbel wordt er een ander beeld van God getoond. Langmoedig, geduldig, trouw. Dat zijn heel immanente termen. Opnieuw zie je daar ook weer iets van het hart van God. En het is Jona die zich dat heel bewust is. Dat hij zegt van, God houdt ook van Nineveh. Ik haat het, zegt Jona. Maar ik kan het niet veranderen. Ik krijg het niet uit zijn hoofd. En op het einde beleidt hij dat dan ook in Jona 4. Hier wist ik niet, u bent langmoedig, trouw. En dan komt dat allemaal boven. Vanuit de frustratie van de profeet. God is zo trouw, zo langmoedig. De stad maakt er één grote puinhoop van. En hij zendt deze profetieën en hoopt, alsjeblieft keer om. Want ik wil bij jullie wonen. Ik wil bij jullie wonen. Ik denk dat de idee van het offer vaak dit element van het wonen overschaduwt. Het offer is heel belangrijk. Maar tegelijk moet je wel beseffen, offers kon je overal in Israël brengen. Dat kon in de tempel, maar dat kon ook elders. Overal daar waar mensen
een altaar bouwden dat volgens de wetten van Mozes afbreekbaar was, Exodus 20, kon je een offer brengen. Daarom woonden de Levieten ook verspreid over het hele land. Het zou een beetje gek zijn als die mensen continu naar Jeruzalem moeten reizen. Kost veel te veel aan CO2-vergiftiging. Dus ze wonen bewust over het hele land om daar ook te kunnen dienen. Want daar gewoon waar je ook bent in Bethel, kan het gebeuren dat iemand zegt, ik wil een offer brengen. Oké, geen probleem, we zoeken een paar stenen. Heb je een geit bij je? Ja, die heb ik bij je. En dan wordt de geit geofferd. Offers kon je overal brengen. Wonen deed God maar op één plaats. In Sion. Jeruzalem. In de tempel. En zijn verlangen is niet om alleen maar daar te blijven wonen. Maar om natuurlijk, zoals ik al een paar keer zei, overal te kunnen wonen. Elk kind dat naar de tempel van Jeruzalem kwam. Die besefte dat wat daar plaatsvindt, zal straks alom, overal plaatsvinden. Zo mooi. We mogen daar een stuk van beleven als gemeente. Wat dat betreft zijn we in een zeer uniek stadium van Gods heilsgeschiedenis gekomen. God verblijft al bijna wereldwijd. En weet je waarom hij dat doet? Omdat hij echt overal wil kunnen wonen. Hij wil niet alleen maar bij de Israëlieten wonen. Hij wil zelfs bij de Vlamingen wonen. Wat een genade, wat een langmoedigheid. Zelfs bij de Nederlanders. Dat gaat veel verder dan we ooit dachten. God alles in allen. Maar wat gebeurt er in die tempel? In die tempel gebeurt iets heel anders. Dat Jeruzalem dat het licht moet zijn, is een teken juist van hoe het niet moet. En opnieuw is er sprake van Gods troon in Ezekiel 10. Hetzelfde beeld van Ezekiel 1. De heiligheid van God komt weer boven. De troonwagen, de strijder komt weer op het toneel. En Yahweh moet de tempel verlaten. Moet de tempel verlaten. Nogmaals, dat doet hij niet van harte, want hij verlangt om bij mensen te wonen. En wat gebeurt er in de tempel? Er is afgoderij gaande. Dingen die ons van God wegtrekken. Iemand schreef ooit een boek en dat heette Je wordt wat je aanbidt. Het groot gelijk. Op dat wat je aanbidt, ga je lijken. En ik had je wel iets begrepen van dat beeld wat ik net zei, van Christus in ons, wij in Christus, deel hebben aan de drie ene God. Dat had ik wel begrepen. Als je je volledig laat doordrenken door de afgoden, dan verander je ook in dat wat die afgoden zijn. Het onnatuurlijke. Als je je laat volledig doordrenken door de Heere God, dan verander je in dat wat de Heere God is. Weet je, dan zeggen de mensen tegen jou, ik zie Jezus in jou. Wauw. Dat doet je iets als ze dat zeggen, hè? Dan voel je je ook vereerd. Want dat snap je ook, dat is inderdaad zo. Je hoeft dan niet te zeggen, hoor, we zijn heel, heel bescheiden. Soms iets te bescheiden. We worden al bijna arrogant. Maar het is waar, er zijn dingen die je doet waar mensen Jezus in terugvinden. In elk leven van jullie durf ik echt met een gerust hart te zeggen. En je hoeft nu niet op te sommen wat allemaal fout gaat. Ik heb het even over de volmaaktheden. En het is ook straks zo, en dat is mooi als je dat even bekijkt van de andere kant, dat als we straks de Heere God zullen aanschouwen, dat wij zullen zeggen van, maar ik herken de Heere God. Esmeralda komt zomaar boven. Je ziet ook dat God de karakteristieken van Esmeralda overneemt. Niet de slechte, hè? Ik heb het over de goede dingen. Het is echt een spiegel. Niet omdat God verandert, dat wil ik niet zeggen. Maar omdat die doordrenking gaande is. Wie mij ziet, ziet de Vader, zegt Jezus. En zo zal jij straks mogen zeggen, wie mij ziet, ziet de drie ene God. Niet omdat jij de drie ene God bent, dat is niet waar. Maar omdat het karakter van die drie ene God in jouw wortel heeft geschoten. En tot vrucht mag komen. Daarom moet je niet zelf die vrucht voortbrengen. Dat komt puur door je relatie met hem. Maar hier in de tempel gebeurt er iets heel anders. Mensen keren zich af van de drie ene God. En God laat hier zijn oordeel beginnen bij de tempel. De heerlijkheid van God verlaat de tempel voordat Nebukadnezar, de Babyloniër, erin slaagt om de tempel te verwoesten. En opnieuw, elke Jeruzalemmer die dat aanschouwt, die denkt bij zichzelf, is het nu ten einde? Is dit de punt in de heilsgeschiedenis? Hoe gaat het verder? Hoe gaat het verder?
Nou, deze slide sla ik even over. En dan zie je dat Ezekiel verder gaat met profetieën over Jeruzalem. Dit geeft mij iets aan, namelijk er is hoop. God blijft ook niet bij de puinhopen van Jeruzalem zitten. Hij laat het oude Jeruzalem bij elkaar vegen om uiteindelijk uit dat oude Jeruzalem het nieuwe Jeruzalem te maken. Hij neemt het mee. Die gedachte in Jesaja 63, die ik in het begin noemde, zie ik maak alles nieuw, denk niet meer terug aan vroeger, betekent niet, zie ik maak alles nieuw, verwerp alles van vroeger, vergeet het. Dat wordt niet precies bedoeld. Het wordt bedoeld met in ere houden. Maar er zijn heel veel dingen van die oude tempel die zeer goed zijn, zoals het feit dat God daar kan wonen. Dat ook in de nieuwe tempel, die Ezekiel straks zal beschrijven, zichtbaar zal worden. Gooi niet alles weg. Wij doen dat heel vaak trouwens als christenen, dat we geneigd zijn om de beelden en de voorbeelden en de voorproeven van het Oude en ook van het Nieuwe Testament een stuk aan de kant te gooien. Omdat we de betekenis daarvan niet meer herkennen. Israël had datzelfde probleem al, toen ze in het beloofde land kwamen. Ze begonnen de volken aan te vallen die daar waren en ze trokken ten strijde tegen de Filistijnen. En wat deden ze? Ze namen de Ark van het Verbond mee. Want ze dachten, dat is waarschijnlijk een talisman, een orakel, een weet ik het, iets wat ons helpt. Ze hadden helemaal vergeten dat dit de ark was die verbonden was met Gods wonen, Gods plaats op aarde, met de immanentie van God. En de Filistijnen maakten die ark buit. En weet je waar die ark kwam te staan? Nee, voordien, bij de Filistijnen. Waar kwam die te staan bij de Filistijnen? In de tempel van Dagon. Kun je je voorstellen wat hier gebeurt? Met de leer, ik pak het even zo, met het onderwijs, het verlangen van God die bij ons wil wonen. Weet je waar God uiteindelijk zijn plaats krijgt daar? Bij de afgoden. Dat was bepaald geen heilige grond hoor. Daar kon God niet meer leven. En eentje van de twee moest wijken, oftewel Dagon, oftewel God. Dat was Dagon die moest wijken natuurlijk. En hij verloor bijna al zijn ledemaat en zijn hoofd. De Filistijnen werden bang. Ze beseften iets meer dan de Israëlieten wat hier gaande was. En wat deden de Israëlieten? Ze pakten de kist. Ze plaatsten de kist op een ossenkar. En ze stuurden hem naar de Heere God zou zorgen. Dat was hun geloof. En God deed dat inderdaad. God zei, Filistijnen, jullie lijken er beter op wat ik wil dan die Israëlieten. En dan uiteindelijk, zoals je terecht zei, komt die ark terug bij het volk Israël. En wat doet Israël? Israël heeft berouw. Israël herkent dat het een fout heeft gemaakt. En het pakt de kist en zegt van, Heere God, dat willen we nooit meer doen. Nee, dat gebeurt niet hoor. Weet je wat er gebeurt met die kist? Met de ark? Ze komt, zoals het net werd gezegd, in een schuur terecht. Ergens in een magazijn van een of andere boer. Het is pas David die opnieuw begint te erkennen hoe belangrijk het voor God is om bij mensen te wonen. Het is David die wat dat betreft al iets mag proeven, gelukkig, van wat het betekent dat God bij mensen wil wonen. En misschien al iets mag proeven van het feit dat God in mensen wil wonen. Zoals mensen in God mogen wonen. Ik in Christus. Christus in ik. Christus in mij. En David zegt dan ook heel mooi, dat is heel mooi als je het ziet bij David. Die ark, die moet naar Jeruzalem. Want daar wil God wonen. Niet in Kiriat Jearim, waar de ark nu staat. En hij pakt de ark. En hij zegt nog iets heel moois. Hij zegt namelijk, Heere God, ik ga een huis bouwen. Kun je je voorstellen wat dat voor God betekent? Voor een God die daarna verlangt om bij mensen te wonen. Dat een koning zegt, ik ga je een huis bouwen. Ik wil niet dat hij in zo'n verplaatsbare tabernakel, u mag aan uw plaats hier toegekomen zijn, uw uitverkozen plaats. Ik bouw u de tempel. Hij kon het niet doen, want hij had bloed aan zijn handen. Maar God zei, er maakt niks uit, joh. Jij mag alle bouwtekeningen al klaarmaken. En jouw koning, die de naam vrede draagt, Salomo, die mag het voltooien. En Salomo voltooit de tempel en de heerlijkheid van God komt over de tempel. Het is veel meer dan zomaar een simpele gebeurtenis. Vaak zijn we dit kwijtgeraakt.
Net zoals we ook het beeld van de tempel zijn kwijtgeraakt. Wat denk je dat het met Ezra en Nehemia deed toen zij van de koning van Perzië te horen kregen: hier, al die dingen die van God zijn vanuit jullie tempel in Jeruzalem, mag je weer hebben. Ga en bouw het huis voor jullie God. Kun je je voorstellen wat dat betekende voor die mannen? Vanuit hun geschiedenis, ze mochten meedoen aan het verlangen van God. Net zoals jij mag meedoen aan het verlangen van God om voor hem een heilige plaats op aarde te creëren. God gebruikt al deze beelden, parabels komen ervoor in Ezechiël, om te tonen welk een liefde hij had voor het volk. Hoe heten ze? Ohaja of Ohia, allemaal die gekke namen, dat beeld van die dame die aan de kant werd gegooid als een weggeworpen kind en die God werd opgevoed. Allemaal parabels die heel intens zijn. Alsjeblieft, als je verder leest straks met Ezechiël, want daar gaat het mij om, probeer dit element mee te nemen. Van God die zo nabij komt. En God die bij mensen wil wonen. Het begin, opnieuw, de Exodus. Hoofdstuk 20 en hoofdstuk 23 komt het in terug. Waarom denken dat God eraan herinnert? Weet je nog, in de Exodus uitte hij voor het eerst aan het volk Israël zijn verlangen. Ik wil bij de Israëlieten wonen. En opnieuw mag Ezechiël die boodschap zeggen aan het volk: God wil bij jullie wonen. Want hij wil uiteindelijk straks in een stad wonen genaamd het Nieuwe Jeruzalem. Waarin geen tempel meer is, omdat de hele stad de heerlijkheid van God omvat. Omdat God in de nieuwe schepping alles in allen zal zijn. Het is mooi om dit element te zien. En nogmaals, wij verwerpen die beelden heel vaak, zoals van iets van vroeger. Moet je niet doen, moet je niet doen. Het gaat om de heilsgeschiedenis. Niet om een geschiedenis die gewoon niks ertoe doet met wat God bezig is. God is bezig met een gigantisch verlangen uit te voeren. Heeft hij mensen voor nodig? En dan wil hij ook samen met mensen. Dan wil hij ruimte en tijd aan geven. Maar dan wil hij voltooien. Zodat hij kan zeggen in Openbaring 19, het is volbracht. Wat dat betreft zie je eigenlijk de hele heilsgeschiedenis als een soort van verlovingstijd die uitziet op het huwelijk. Toen mijn vrouw en ik ons verloofden, toen kochten we deze ring en toen zeiden we tegen elkaar van ja, moeten er nu twee datums in staan of één datum? We kozen voor één datum, anders zouden mensen denken dat ik twee keer met dezelfde vrouw ben getrouwd. Want er lag maar een jaar tussen. En weet je, het was deze ring die we gewoon droegen tijdens onze verlovingstijd. Het was deze ring. En toch was het de verlovingsring. En ik droeg hem aan die hand, in dit geval. Als goede protestant, dat had ik geleerd, katholieken doen het andersom, dat weet ik. Droeg ik hem aan deze hand. Totdat ik getrouwd was. Toen moest mijn vrouw er zelfs mij daar even aan herinneren. Schat. Want we waren trouwens nog even naar de goudsmid gegaan om het weer mooi schoon te maken. En ik mocht hem aan die hand dragen. Het was een nieuwe ring, zei iedereen. Oh, wat een mooie ring, die blinkt. Nou, ik weet nog goed, toen ik net verloofd was, we hadden net de ring en we liepen de trap omhoog en je deed automatisch dit zo aan de, hè, ken je het? Nou, die ring die zag eruit na enige tijd. Dat was niet meer, dat was echt de oude ring. Dit was de nieuwe ring. Is dit verschil? Snap je wat ik wil duidelijk maken? Dat is eigenlijk wat God ook doet. Het is de oude tempel. Er is heel veel onheil mee gebeurd. Er zijn krassen opgekomen. Maar vergeet nu even die krassen. Kijk naar het nieuwe. Kijk naar waarvoor die ring uiteindelijk moet dienen. Want als je dat ziet, ga je heel anders met die tempel om, Ezechiël. Als je dat ziet, ga je heel anders om met dit element. Als je beseft dat jouw heiligheid ook een zaak is van Gods hart, die niet met de hamer komt, maar liefdevol als trooster, als bemoediger, ga je heel anders je lijstje neerzetten. Dan kom je niet meer met een lijstje. Dan ga je zeggen van, Heer, alsjeblieft, laat mij meer zien van mij pas vanuit dat kleine Johannes-evangelie, wat het betekent dat u in mij bent en ik in u ben. Want inderdaad, Heer, daar ben ik kwijtgeraakt. Ik heb zoveel op mezelf gezien. Ik was het los. Ik was het kwijt. Je was zo ver transcendent. Maar u wil zo kort bijkomen. Heer, leer mij dat alsjeblieft. Zodat ik meer ga begrijpen wat er in het Nieuwe Testament zo vaak staat. Wij in Christus. Christus in ons. In de Oosterse kerk hadden ze een uitdrukking.
die vaak misgevat is door de westerse christenen. En die uitdrukking die luidt als volgt. God werd mens, opdat mensen God zullen worden. En de westerse die dachten van, wow, dat zijn de woorden van de slang, hè? Maar dat bedoelden onze Oosterse christenen helemaal niet. Ze waren helemaal niet zo gericht op het wezen. Ze hadden het over het karakter, over het wonen. God komt naar zijn schepping, zodat zijn schepping tot God kan komen. Dat was eigenlijk de bedoeling. Het gaat niet om een woorden van wezen, maar een woorden van karakter. Zoals twee geliefden tegen elkaar zeggen van, wij gaan samen met elkaar. Ik verlaat mijn ouderlijk huis, we gaan een ruimte zoeken, we hebben intimiteit daar. En weet je wat zo mooi is? Jij gaat veranderen naar de goede dingen die bij mij zijn. En ik ga veranderen naar de goede dingen die voor jou zijn. En dat doen we niet omdat we die ander dwingen, want dat werkt niet, geloof me maar, dat werkt absoluut niet. Maar dat doen we omdat die ander dat van liefde, vanuit liefde wil. En we spreken met elkaar als geliefden. We spreken waar we mee worstelen. We bidden voor elkaar. We helpen elkaar. Is de een wat meer fijngevoelig? Mijn vrouw is heel fijngevoelig. Ik heb die fijngevoeligheid gelukkig een beetje van haar kunnen overnemen. Dus je kunt je voorstellen wat ik echt voor een ambetanterik was toen zij nog niet met mij getrouwd was. Ik ben wat rationeler. Zij is wat emotioneler. Zij is wat rationeler geworden. En zo groeien wij meer met elkaar. Om meer te lijken op de mens die God voor ogen heeft. Zoals hij het ook zei in het begin. Hij schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Het is niet hij schiep de mensen mannelijk en vrouwelijk. Nee, het was één. En die eenheid die wil je ook terugzien in de relatie die hij met ons heeft. Maar ik heb nog 6 minuten, dus ik heb heel wat tijd voor moeilijke vragen. Maak je buurman wakker. Hoofdstuk 23? Ja, dat is Ohala en Oli. Ja. Klopt. Ja, is een verwijzing naar het noorden en het zuidrijk. Het volk wat eigenlijk God rondom zich wil hebben. Ja. Het noordrijk even doen afweten. En het zuidrijk even doen afweten. Het noordrijk wat eerder. Het zuidrijk wat later. Want eigenlijk heeft God gezegd, ik wil bij de Israëlieten wonen. En daarom alle twee. Wat zei je? Ik weet het niet van buiten of de namen, welke betekenis de namen hebben. Ik denk dat ik dat zeker in mijn commentaartje heb genoemd van Ezechiël. Dus dan kan ik je meteen gratis naar een bron sturen. Maar ik weet het niet van buiten, nee. Samaria is Ahoma en Jeruzalem is Ahoma. Ja, zou heel goed kunnen. Ja, klopt. Ja, ja, staat het erin? Ah, maar ik weet niet of de naam dat betekent. Want ik zie hier niet meteen Samaria in terug, maar de betekenis komt er boven. Ja, is ook een goede mogelijkheid. Heel slim. De studenten denken ook, ik moet niet naar dat stomme commentaar van jou gaan. Ik ga gewoon kijken in de Bijbel wat er staat. Het is mooi hè, om hier te zien dat God doet wat hij verlangt. Ik vind dat zo mooi. Ja, goh. Ik dacht, het is veel te technisch. Het is maar zo'n klein detail dat ik dan zo leuk vond en waar ik een keer mee bezig was. Dus dat hoofd, die verschillende beelden, de verschillen in Ezechiël 1, in Ezechiël 10. En dan het feit dat in het verleden die verschillende gezichten verbonden zijn met de evangeliën. En welk evangelie bij welk dier hoort. Waarbij Victorinus de meest gevolgde is. En dat zit... Ja, ja, inderdaad. Dus je hebt volledig gelijk. Als je kijkt naar de ramen van een kerk, als je dus op bezoek bent in een andere kerk. Dus kijk naar de ramen, en trouwens ook in de kerk die je kent, dan zie je vaak die beelden terug van de leeuw en de os en dergelijke. En bijvoorbeeld de mens is dan verbonden met Lucas, want Lucas beschrijft ook de geboorte van Jezus, laat de Jezus zien als mens. De leeuw is verbonden met Matthäus, dat heeft te maken met het koningschap. Jezus de koning, het geslachtsregister, de bergreden. De koning der koningen, de os met Marcus, de Jezus de dienaar, die heel veel dingen doet in Marcus. En toen, en toen, en toen, en toen. Hij doet alleen maar in Marcus. Er staat niks van geboorteverhaal of van koninklijke betitelingen. En dan de adelaar, de verhevenheid door Johannes beschreven. In het begin was het woord en het woord was bij God. Dit soort verheven taal en ook ja,
het feit natuurlijk de ik ben uitspraken in Johannes. En dus in de kerk zie je die beelden terug. Dus bij het Johannes-evangelie zie je dan in dit geval de adelaar. Maar besef dat er dus verschillende mogelijkheden zijn. En dat je, op een bepaald moment kende ik ze van buiten. Ik ging met mijn vriend in Brugge in de kerk en zei ik van, ah, dit zijn de beelden van Augustinus. Ah, dit zijn de beelden van Victorinus. Maar dus zo belangrijk is het niet. Maar ik vind het wel leuk om even die achtergrond te duiden. Want die heeft heel wat teweeg gebracht, omdat ze ook terugkeert in openbaring 4. Maar uiteindelijk dacht ik in de auto van, ik heb het gisteren nog niet behandeld. Ik dacht van, het is zo technisch, ik laat dat liggen. Niemand die dat interesseert. Heb je hier iets aan, Jeroen, of was ik veel te snel nu? Oké. Dus ja, nu word je wat meer kerkhistoricus. De glasschilderwerken onderzoeken. En je leert weer wat namen erbij. Pseudo-Athanasius weten we niet wanneer leeft, hè? Want dat doet, is iemand die voordoet. Pseudo betekent ik doe alsof ik ben. Pseudo-Jeroen is iemand die doet alsof hij Jeroen is. Hij stuurt e-mailtjes en zegt Jeroen, terwijl het volledig iemand anders is. Dus pseudo-Athanasius doet zich beter voor dan dat hij is. Een pseudoniem heet dat. Os voor de dienstbaarheid. De mens voor de mensheid, de leeuw voor de koningschap, de os voor de dienstbaarheid en de adelaar voor de verhevenheid. Maar dit vond ik dus minder belangrijk, omdat ik dacht van ik pak die drie punten. Om Gods beloftes duidelijker neer te zetten. Dit werkt te veel af. En dit is ook maar een klein detail in een grote tekst. Dat was de reden waarom ik het verwierp. God houdt zijn belofte. Ik moet altijd denken aan het verhaal van meneer Pastoor. Die komt op bezoek bij een jong echtpaar. En dat jonge echtpaar kan nog geen kinderen krijgen. En dan zegt de pastoor, weet je wat? Ik ga binnenkort naar Rome en ik zal een kaarsje voor jullie aansteken. Nou, dan zeg ik, doe maar meneer pastoor. Meneer pastoor naar Rome. Bijna 60 jaar later komt pastoor er op bezoek. En vraagt pastoor, hoe gaat het? Oh, goed, we hebben 12 kinderen. De eerste, de tweede, de derde, de vierde. Alle namen worden genoemd. Oh, waar is je man? Hij is net naar Rome om die kaars uit te blazen. Ja, beloftes. Goed, ik geef jullie pauze. En dan gaan we dan verder met een moeilijker thema, de opname. Kijken hoe we ons daardoor heen worstelen. Maar dat zou wel lukken met deze strijdersgroep.